En zoals de titel van ons nu evenement al verrooit, kon ik dit in het dialect doen. Voor de aanwezigen die ons nog niet kennen, dit is Melanie Bloemers. En Melanie is crewlid van Stichting Tiba en lid van de werkgroep Het Passie Vooral. En ikzelf ben Bas Stelten, ik ben voorzitter van Stichting Tiba en van het project Samen, wat je net allemaal langs zit gewaaid. We nemen nu vandaag geheel met naar het waarom, voor, wie en wat. Met betrekking tot onze plannen, maar we willen ook heel graag straks een mening in horen. Pas na deze bijeenkomst zal Stichting Tiba een keuze gaan maken. Hoe of en wie hoog kan weer de lat leggen voor dit evenement? Aan het eind van de presentatie is de gelegenheid om vragen te stellen. We beginnen met waarom de passie in het smalste stukje van Nederland. Nou, veel zal ik hier nog zeggen met Tiba, waarom niet? Ja, mijn naam is Edith Jong en ik zit in het bestuur van Stichting Tiba. En ben verbonden aan Passie Vooral. Dan vroeg je direct trouwens eraan, wat is Tiba? Stichting Tiba is een organisatie, bestaat 20 jaar dit jaar. En wij organiseren allerlei evenementen op sociaal-cultureel gebied. En ja, hoe moet ik dan aan denken, boete dit Passie Vooral? Wij doen regelmatig theaterdiners, avonturentochten, eigenlijk van alles om je leuk mee te amuseren. Nou, nu het Passie Vooral. Ja, wat huldigt er, of wat windig om nu het Passie Vooral te doen, eigenlijk in de zomer? Ja, dat was niet helemaal volgens planning. Het was de bedoeling om het op 9 april te doen, een week voor Pasen. Ja goed, we hebben allemaal last van coronaprikkelen gehad, wij ook. Dus we hebben het moeten uitstellen een paar maandjes. En vandaar op 2 juli. En hoe komen jullie aan mensen? Nou, de meeste mensen hebben auditie gedaan. En hebben zich een plaats moeten verwerven op die manier. Toevallig ik zelf niet. Ik heb me aangemeld en ik word zonder auditie aangenomen. Ik mocht de rol van Andrea spelen. Maar een heleboel lui, met name de zangers, de solozangers, ja, die hebben allemaal een auditie moeten doen. En die hebben zich naar binnen moeten zingen. Dan hebben we een hele jonge meneer hier staan. Wat duist zich in het hele verhaal? Ik ben Thomas, de ongelovige Thomas. En ja, ik ben dan ongelovig zorg van wat gebeurt er allemaal in het verhaal. En dan is dat soms met Harry of met andere lui in de kast. Is dat moeilijk om ongelovige Thomas te spelen? Nee, eigenlijk niet. Ze moest gewoon weet wat ze moest doen en dan lukt het toch wel, hè. En dan moest ook met zingen? Ja, ik zing sommige liedjes zing ik met. En nou, dat gaat wel goed, hè. Tiba, hoe stuit dat? Tiba, hoe stuit dat voor? Tiba is ontstaan 20 jaar geleden door twee heren, Tim en Bas. Dus daar zijn de namen van samengevoegd. Dan had ik nog een vraag. Dat kruis, dat was gemaakt door een... Ja, dat is een heel bijzonder verhaal. Dat is inderdaad gemaakt door een blinde timmerman. Die heeft allemaal houten blokjes in elkaar getimmerd. Zonder dat hij kan zien, alles op de tast. Echt heel mooi gedaan. En alle kinderen van de verenigingen binnen de gemeente, die hebben die heel mooi beschilderd. En straks ja, vormt dat het hele grote kruisbeeld. En hoe gaat het kruisbeeld dadelijk, hè? U bedoelt na het stuk of tijdens het stuk? Ja, dat zal nog eventjes blijven staan. Maar uiteindelijk wordt dat ook weer afgebroken. En iedereen mag zijn eigen beschilderd blokje dan weer meenemen die dat graag wil. Gaat dit vaker gebeuren, dat Passie Vooral? Heb je plannen om dit? Nee, je hebt inderdaad de Passie spelen om de zoveel jaar, de heiligdomsvaart om de zoveel jaar. Voor ons is dit een eenmalig project. Dus één keer en dan nooit meer? En dan nooit meer, nee. Je hebt professionele zangers en ook professionele muziekmensen erbij? In principe zijn het allemaal amateurs. Sommigen zijn wel ja, semi-professioneel treden vaak op, anderen doen het voor het eerst. Het is een heel gemengd gezelschap. Maar in principe zijn het allemaal amateurs, allemaal vrijwilligers ook. Dus ja, het is een heel bont en mooi gezelschap. Hoeveel mensen doen mee? Nou, in totaal, dus de spelers, de band, het koor, alle vrijwilligers voor en achter de schermen, zijn we met ongeveer 140 mensen. Nou, dat is toch wel heel netjes, zeg. Ja. Iedereen zou dit moeten zien? Ja, wat mij betreft natuurlijk wel. Ja, het is sowieso een verhaal van alle tijden. En er zit voor iedereen wel iets in wat aanspreekt. Het gaat over vriendschap, het gaat over verraad. Het gaat over de liefde tussen moeder en kind, maar ook tussen vrienden. Dus ja, zeker is voor iedereen interessant. Wie heeft het georganiseerd, uitgekozen? Wie heeft zich dit laten invallen?
Nou ja, Stichting TIBA, dus is de organiserende partij. En we hebben regelmatig een brainstorm met z'n allen van, goh, wat hebben we voor ideeën? Wat willen we gaan doen? En op een van die brainstorms heb ik gevraagd, zouden we het leuk vinden om de passion van televisie zelf te gaan doen in het klein, in het Limburgs. En ja, dat vonden we gelukkig allemaal een goed idee. En toen zijn we eraan begonnen, zo'n 3-4 jaar geleden. Die liedjes, wie kom je daar aan? Want dat moet je toch ook ergens weghalen en het moet passen in het verhaal. Ja, daar zijn we heel hard naar gaan zoeken. Limburg heeft gelukkig heel veel mooie liedjes. En heel hard gaan zoeken wat goed bij de scènes paste. Ik heb echt Limburgse muziek zo leren kennen en waarderen. Ik had vooral carnavalsmuziek in mijn hoofd. Hoenpapa en Sjonkelen, en dat past natuurlijk minder bij het verhaal. Maar er zijn zoveel mooie nummers die echt heel goed passen. We hebben er ook eigenlijk niks aan veranderd. Hier en daar een hij en zij gemaakt of mijn schat, mijn zoon. Maar verder zijn de teksten allemaal origineel gebleven. Jonge man, hoe voelt u zich tussen dat grote gezelschap van ook veel ouderen? Ja, het is wel leuk en iedereen is aardig tegen hen. Iedereen heeft ook respect voor hen. En het is ook een hele leuke groep. Ze kunnen lachen met iedereen, soms even serieus. En dan hebben ze weer dat ze kunnen samen eten en zo. Dus het is dus, jong, het is oud, maar het is allemaal leuk. Iedereen is aardig tegen hen, dus het is wel leuk. Zeker. Zijn er nog kaarten? En wanneer is dat te doen? Ja, het gaat allemaal gebeuren op 2 juli om 7 uur 's avonds. Dan begint het in de kerk op de Nieuwstad met de proloog. En dan om 8 uur op het plein tussen het gemeenschap Soes en de kerk. Daar gaat dan het boetespel van start. Er zijn nog kaarten te koop. Kent ze van je op de website hetpassieverhaal.com. En verhaal met AO. Nou, laten voor iedereen naar iedereen zwaaien en vragen of ze naar het passieverhaal willen komen. We willen het allemaal zien. Oké. Ja. Dat is het. Ja, zeker. Nou, dan wil ik u hartelijk bedanken voor dit interview. Ik wens u natuurlijk heel veel succes voor zondag. Ja, en we gaan het zien en horen. Oké, dankjewel. Dankjewel.